Wij gaan in onze projecten steeds meer de Single Piece Flow bouwmethode toepassen. Omdat wij de concurrentie net een stap voor willen zijn en steeds meer waarde willen creëren voor onze klanten. Dit doen wij door het sneller te doen, door het beter te doen en door meer kwaliteit te maken. Dat betekent dat het voor onze klanten goedkoper, beter en aantrekkelijker wordt. Deze methode wordt al langer toegepast, met name in de auto- en vliegtuigindustrie. Het komt erop neer dat partijen die met elkaar samenwerken dit buitengewoon dicht op elkaar doen. Voorheen zag je na het ruwbouwskelet pas na 6 weken iemand actief werkzaam in de gevel. Met de Single Piece Flow methode kunnen opvolgende bewerkingen dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag al aanvangen. Voor een gemiddeld gebouw hebben we in totaal ongeveer 100 bewerkingen. In plaats van 1 bewerking per dag kun je die 100 activiteiten in principe makkelijk in 32 dagen uitvoeren. Dit betekent dat mensen veel efficiënter met elkaar kunnen samenwerken. Dat zij elkaar in de ogen kunnen kijken en begrijpen hoe de werkzaamheden optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat stijgers veel korter op de bouwplaats nodig zijn. Als je aan een klant vertelt, ik heb een prachtige stijger voor u gebouwd, die heeft u 4000 euro gekost en heeft al 100 dagen gestaan, dan zal geen klant enthousiast worden. Die stijger zal geen klant interesseren. De klant wil uiteindelijk waar voor zijn geld. Een mooi huis, een luxe keuken en een mooie uitstraling van het gebouw. Doordat men in het begin intensief samenwerkt, wat vaak nieuw is voor veel mensen, krijgt men uiteindelijk de smaak te pakken en gaat men het ook enorm leuk vinden. Het is namelijk ook motiverend om met anderen samen te werken en met elkaar een project af te ronden en van begin tot eind daarbij betrokken te zijn. Deze methode is inmiddels succesvol toegepast op een aantal kleinere projecten. Zowel in de transformatie, de renovatie als in de nieuwbouw. Na aanvang is er vaak weerstand van betrokkenen. Maar als we klaar zijn, is er altijd veel enthousiasme. En natuurlijk reduceren wij ook onze faalkosten hierdoor vrijwel volledig. Wij gaan deze methodiek steeds vaker toepassen. Het voordeel is dat dat zal leiden tot een lagere kostprijs, kortere doorlooptijden, meer kwaliteit en minder faalkosten. Een bijkomend voordeel is dat we met dezelfde teams wel 2 tot 3 projecten per jaar kunnen realiseren in plaats van 1 per jaar.